Dit is het leuke van Stukkenfest. We staan in een huis, bijna 9 straatjes, op de Hartenstraat. Super tof. En we gaan straks kijken naar het toneelstuk van Dorien en David. Allebei afgestudeerd aan de toneelschool. En ben benieuwd. En toen hebben Ben en ik... Gemeenschap hebben ze gehad. Gemeenschap gehad? Op ons bed. Maar uiteindelijk hebben we ook besloten dat ik er... Ik wist ervan. Het was ook min of meer mijn eigen idee hoor. We hebben toch uiteindelijk wel moeten bestaan. Dus, jij hebt net een voorstelling bekeken. Wat vond je ervan? Ik vond het heel goed. Ik vond het heel leuk, heel grappig. Ik heb echt gelachen. En wat vind je leuker? Om echt naar theater te gaan? Of dit kleine huiskamervoorstellingen? Dit heeft wel wat. Ik ga normaal wel vaak gewoon naar theater en dat vind ik ook wel leuk. Maar dit is veel, dat heeft meer het anoniemer en hier zit je echt erop en je ziet heel veel beter die uitdrukkingen en je wordt meer betrokken. En het is gewoon, het heeft iets knus, gezellig. Ik vind het wel echt heel speciaal. Ik ben eigenlijk gewoon nog nooit zo gelukkig geweest als nu. Ook niet hoor. Met z'n drie. Nou, het zijn ook nog de hormonen. Wie zijn jullie en waarom zijn jullie hier? Nou, ik ben Martine en dit is Eva. Ja, wij zijn hier omdat, mogen we dit vertellen? Hij had dus met de jongen gezoend zondag. Heel kort, niet heel leuk. Maar toen daarna kwamen de jongen nog tegen en zei, ja, ik organiseer dit. We zullen zijn naam verder niet noemen, maar en toen zijn we hierheen gekomen. Wat vonden jullie van het idee van de choreograaf en kunnen jullie daar wat over vertellen? Dat je dan het verschil zag in hoeverre zij eerst afhankelijk was van hem voor al haar bewegingen en voor haar zekerheid. En daarna dan dat ze dan veel onafhankelijker was. En dat zij dan... keek nog heel droef, vond ik dus die tweede keer. Dat vond ik jammer. Ik dacht, nou nu komt ze helemaal tot leven en gaat het helemaal komen. Maar dat was dus niet. Maar dat is misschien juist een soort van de keerzijde van de munt. Dat de onafhankelijkheid fijn is, maar dat het ook misschien soms wat eenzaam is. Diep. Eigenlijk zijn we drie losse artiesten, maar we zijn als in combinatie zijn we onderdeel van een collectief van schrijvende performers en performende schrijvers. En dat collectief heet de Poetry Circle Nowhere. We waren afgelopen zomer voor het eerst op de parade aan het spelen en vanuit daar zijn we uitgenodigd om hier te komen spelen. Dan zal ik verdwijnen, laat het water stromen, laat me lopen, laat me lopen, laat me lopen. Vinden jullie het ook belangrijk dat studenten kunst en cultuur meekrijgen? Maar ik denk dat het heel belangrijk is voor studenten, want ik denk dat zij in een moment zitten in hun leven dat ze bepalen wie ze zijn. En dat je door te weten wat je mooi vindt en niet mooi vindt, leert wie je bent. Om auto's te laten rijden en ik wil verdwijnen. Nou, oké. Deel Stukkenfest 2016. Het was super leuk. We hebben echt heel erg genoten van alle culturele dingen die we hebben gezien vanavond. Alle bandjes, alle theaterstukken, alle dansen. En we gaan nu nog eventjes dansen in de Sugar Factory. En heel veel shotjes drinken. Ja!